Welkom bij Bureau Jeugdzorgen. De podcast met ervaringsverhalen van mensen die te maken hebben gehad met jeugdzorg. Wat was hun zorgbehoefte? Wat hadden ze nodig? Wat kregen ze? En hoe zijn ze eruit gekomen? Maar ook verhalen van politici uit de Tweede Kamer of uit de lokale politiek die strijden voor hervorming van de jeugdzorg. Die opkomen voor de rechten van het kwetsbare kind. En tot slot ook verhalen van mensen die het heft in eigen hand hebben genomen. Die zelf initiatieven zijn gestart als alternatief voor jeugdzorg, die zelf de zorg en de steun voor kwetsbare kinderen en jongeren op zich hebben genomen. Initiatieven die in de regels zijn gebaseerd op compassie, empathie en liefde voor de medemens, en niet op regels, procedures of een koude klinische setting. Zolang er nog steeds kinderen zijn die ernstige trauma's oplopen door toedoen van jeugdzorg, zolang er nog steeds kinderen zijn die in eenzame isolatie worden opgesloten. Zolang er nog steeds kinderen zijn die fysiek en mentaal worden mishandeld binnen jeugdzorginstellingen, zolang dat nog gebeurt. Hebben we als samenleving de plicht op te komen voor deze groep kwetsbare kinderen. Beste luisteraars, beste kijkers, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Bureau Jeugdzorgen. Vandaag praat ik met Yvonne Kusters en die gaat haar ontluisterende verhaal vertellen over haar ervaring met jeugdzorg. Dus voordat ik het hier uh, allemaal ga verklappen, ik ga ik snel het woord geven aan Yvonne. Dus mijn eerste, uh, het eerste wat ik tegen je wil zeggen is van harte welkom uh, Yvonne, in Dank deze aflevering wel. van Bureau Jeugdzorgen. Fijn en dapper dat je je verhaal wil vertellen. Uh, mijn eerste vraag aan jou is, wie ben je? Wat kan je over jezelf vertellen aan ons? Ik ben Yvonne Kusters. Ik ben moeder van twee zonen, inmiddels wel volwassen. In het dagelijks leven ben ik, ik zal het woord therapeut even anders verwoorden, omdat ik zonder diploma's werk, maar wel een coach, begeleider, ondersteuner in alles wat, waar een mens tegenaan loopt. Dus, dus het, het kan zo gek niet, je kunt het zo gek niet bedenken. Dus, maar eigenlijk ben ik dan ook hier nu om duidelijkheid te verschaffen, ook voor vele anderen. Um, hoe je je leven weer kunt oppakken. Naar trauma's, naar tegenwerking. naar ernstige. ja. zorg. Ik, ik noem het maar even. Um, fouten van de zorg, noem maar op. Ik vind het heel belangrijk dat ik, dat ik mijn verhaal vertel. zodat ik anderen ook inspireer. Zodat ja. zij ook durven. voor zichzelf op te komen. Ja, helder. Heel goed. Oké. Okay, uh, dus, dus in het dagelijks leven. Help jij andere mensen met, met problematieken? Hè? Laten we het zomaar vertellen. Dus je hebt veel ervaring als het gaat om... mensen bijstaan met hun problemen. Dus het is een onderwerp dat jou ook op uh, professioneel vlak... veel bezighoudt, zullen we maar zeggen. Oh ja. 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 Ik heb um, vanuit mijn eigen ervaringen... in dit geval met jeugdzorg... Um, ben ik eigenlijk op mijn pad terecht gekomen... waar ik moet zijn. Dus door trauma op trauma op trauma... Heb ik mij sowieso verdiept, dat deed ik vroeger al, sowieso verdiept in de psyche van de mens. Waarom doet de mens dat? Wat is er aan de hand? Waar lopen ze tegenaan? Waarom gebeurt dit? En ondertussen, dat ik mijn eigen uh, trauma's en ervaringen was in het verwerken, heb ik heel veel mensen gesproken, echt heel veel, uh, die dus ook bij hebben gedragen aan de ontwikkeling, om eindelijk eens duidelijkheid van zaken te geven. En waarom systemen moeten veranderen. Want dit is niet meer normaal. Dit kan niet meer. Dus... Laat, laten we eens beginnen bij, jou, uh, bij jouw casus. Waar het allemaal begon. En waar jouw contact met, met jeugdzorg begon. En wat was daar de aanleiding voor? Dus ik laat je vrij praten. En als ik vragen heb tussendoor, dan hoor je mij wel. Zeker. Nou, het is, het is heel kort door de bocht gezegd. Ik heb in 1990 een postnatale depressie gehad. Naar mijn oudste zoon. Ik heb daar hulp voor gezocht. Geroepen van: Jongens, het gaat niet goed met mij. Um, het gevolg was dat ik in een crisis terechtkwam en in een soort opvang hier in Maastricht. Waarin gekeken zou worden: van oké, okay, wat is er met mevrouw aan de hand? Want niemand had die postnatale depressie onderkend. Uh, op dat moment. Uh, dat is gewoon, laat ik het zo zeggen, de sociaal verpleegkundige en dan hou ik het netjes, die kon zijn handen niet thuishouden. Dus ik ben gevlucht uit dat, uit dat gebeuren en heb geprobeerd te blijven rechtstaan. Oké, okay, op een gegeven moment komt er dan een tweede een zoon, de jongste, en toen klapte ik helemaal dicht. Ik was emotioneel zo ver weg omdat ik niet geholpen ben geworden en al negen jaar met een depressie liep. Ik heb destijds mijn kinderen tijdelijk, tijdelijk, dat ik tegen mijn moeder zei, want ik was alleenstaande op dat moment. Ik heb gevraagd aan mijn moeder: wil je ze tijdelijk even opvangen, want ik moet herstellen. Ik kan het niet meer aan. Ik had op dat moment een thuiszorg. Mijn huisarts had die geregeld voor mij. En die thuiszorg die is naar mijn moeder gegaan. Die heeft dus ergens een, een klok laten luiden en heeft, heeft dus jeugdzorg ingeschakeld. Zonder dat ik dat wist, zonder dat het noodzakelijk was, want ik had mijn kinderen al veilig ondergebracht en er waren ook geen signalen van verwaarlozing, eh, noem maar op. Op een gegeven moment komt dan iemand van de jeugdzorg bij mij, een psycholoog destijds, en die vraagt me ja en wilt u zich niet laten helpen en laat u zich opnemen. Op een gegeven moment moest het ook. Ben ik met een RM opgenomen omdat ik zo, zo verdrietig en emotioneel was, omdat ik het niet meer begreep. RM nou, is dus... een, re een rechtelijke machtiging. Neem ik aan, even voor de ja. Hel... ja. ja. Die rechtelijke machtiging. Dat was op dat moment, ja laten we zeggen, uh, het is een pre geweest, maar ook een ongeluk, laat ik het zo zeggen. Dus ik ben opgenomen. In die opname op dat moment, um, laat ik het zo zeggen, konden ze niet een diagnose stellen, want die was er niet. Ik was alleen emotioneel zo, zo over, over de toeren heen, dat in ieder geval zij dachten... Oké, okay, deze mevrouw wordt nooit maar beter. Is ook gecommuniceerd. Terwijl er niks was. Dus in die RM, toen ik daar zat, heb, heeft jeugdzorg mijn moeder opdracht gegeven... ...om een document te tekenen. Op dat moment, hè, moet je je voorstellen. Om een document te tekenen. En met, onder, onder het valse voorwendsel dat mijn moeder dan pleegmoeder kon worden. Want als ik niet tekende... Zouden ze de kinderen uit huis halen, bij mijn moeder. Dus in feite hebben zij één uh, grote uh, juridische stap vergeten: zij hadden bij de rechtbank moeten gaan, want als iemand een RM krijgt, is het verplicht om jeugdzorg eerst eens naar de rechtbank te stappen en een OTS aan te vragen. Ja. Nooit gebeurd. Onder toezichtstelling, en... even voor de luisteraars. Onder toezichtstelling is dat? Ja, dan moeten ze al in eerste instantie onder toezichtstelling. Ja. Die moeten ze, als er een RM is geboden, dan moeten ze dat. Dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben langs de lijnen gewerkt. En mijn moeder, Germ, die arme vrouw, die wist helemaal niet wat er over kwam. Dus die moest naar het ziekenhuis komen terwijl ik niet wilsbekwaam was op dat moment. Je moet denken, ik ben helemaal uit het huisje. Ehm. Um... Zij, dus, dus ik moest dat tekenen. Ik, ik zie je als de dag van gisteren nog. En op dat moment hebben zij dus besloten. dat de volledige voogdij. dat die aan mijn moeder gegeven werd. Dat ik, dat mijn jongste. mijn oudste stond dan nog wel uh, bij mij. maar mijn jongste hebben ze. tot 18 jaar gelijk onder de jeugdzorg gezet. Zonder enige reden. Zonder enige. Tot, tot 18 jaar, gewoon. Tot 18, 18 jaar. jaar. lang, Ja, hij was baby. Ja. Dus dat mag helemaal niet. Je mag nooit, never en nooit. En sowieso, zonder een gerechtelijke beschikking kun jij niet zomaar een kind daar uh, zeggen van. Nou, die, die komt nooit maar bij de moeder terug. Dat kan niet, dat mag niet, dat is wettelijk verboden. Dit is dus iemand het recht op een familieleven opnemen. Ja, dat kan je wel stellen, ja. Dat is best wel ernstig. En dat is best wel, dat heeft best wel heel veel impact gehad. Um, ik wist dit al lang vanaf het begin. Ik heb ook altijd vanaf het begin, toen de inmenging daar was, terwijl ik daar geen goedkeuring voor heb kunnen geven, want ik was op dat moment niet in staat. Dan heb ik gezegd: jongens, als ik wat beter ben, ik wil wel dat ik dat ik resocialiseren kan en dat jullie mij daarbij begeleiden, dat het mijn kinderen. Ja, lekker bij mij kunnen komen. Ja. Lijkt me een legitieme wens, een legitieme vraag. Een normale vraag, ja. want ik ben een gezonde moeder. Dus wat gebeurt nu, en die papieren heb ik hier liggen, dan schrijft een GGZ-medewerker, die de, die de, hoe noem je ze ook alweer, die heeft geen volmacht om, om een diagnostiek te stellen, die schrijft in een paar regeltjes terug, mevrouw Kusters is niet um, bekend bij de psychiatrie. Maar ons lijkt het niet meer haalbaar, de resocialisatie. Die heb ik hier liggen, die papieren. En wie zei dat? Een. Een GGZ-medewerkster destijds, die mij twee keer gezien heeft. En die, dat, had zij een psychologische achtergrond? Had zij ervoor gestudeerd? Was zij kundig om dit uit nee, te maken? Was kundig, nee, zij was niet uh, kundig genoeg en, en dat mocht zij ook niet om deze diagnostiek te stellen. Ja. Ik heb haar later nog aangesproken hoor. Ik zeg, ken je Yvonne Custas nog? En toen werd ze heel bang. <laughs> nou, sowieso lijkt het me, hoe, hoe kundig je ook bent, lijkt het me praktisch onmogelijk om vast te kunnen stellen dat iemand 18 jaar lang niet meer in staat zou zijn om voor eigen kinderen te zorgen. Dat lijkt ja. me een ja. multidisciplinair uh, onderzoek waard, wat over lange tijd moet plaatsvinden. En dat kan niet ja. met twee contactmomenten, dat je elkaar niet eens ziet. Bijzonder. is, niet gebeurd. is nooit gebeurd. Weet je... Zij hebben gedacht, um, om daar, daar heb ik het dadelijk met jou over, hè? weet je hoe systemen werken? Een mailtje hier en mailtje daar en de ene pakt daar wat uit en de ander daar wat uit. Alleen, als je alle papieren hier ziet liggen, wat er geschreven is, op onwaarheden, hoe ze erbij komen, dat, dat vraag ik me nu nog af. De, de lijn, de rode draad in, in hoe zij dit hebben willen blijven hanteren is mij ook wel duidelijk. Maar als je kijkt naar 2003, heb ik nogmaals gevraagd: jongens, en ik was gezond, hè? geen medicijnen, helemaal niets, uh, whatever. Toen zeg ik van: toen zat een van, nee, jeugdzorg, ja. die zat bij mijn moeder. En ik heb toen letterlijk nog eens gevraagd... jongens, laten wij even resocialiseren. Mijn moeder wordt ouder. Huh? Nee, maar dat gaat niet zomaar, zei ze. Je krijgt je kinderen niet zomaar terug. En ik had zoiets. Pardon? Ik ben de moeder. Dus ik zei dat nog tegen mijn moeder. Met naar buiten lopen. Yvonne, doe nou niks. Want ze pakken hier de kinderen weg. Ik zeg, daar hebben ze helemaal geen recht toe. Want ik ben de moeder. Niet wetende hoe deze is. Eigenlijk al zo goed als klaar was voor hun. Hè? En dan gingen ze maar door, en dan dacht ik, ja, ik liep naar buiten, want ik was toen een praktijk op een zette op dat moment. Ik dacht, dat klopt iets niet. Dit kan niet. Want ook als je verder kijkt, ik ben nooit meer op school mogen komen met mijn nee. jongste zoon. Okay. Nee. Mijn moeder moest dat allemaal doen. Dan moest een een, uh, van Sonar, een pleegzorgwerker ermee. waar mijn zoon dan tante tegen moest zeggen. als ze dat deden vragen. Van wie ben jij? Huh? Um, ja, het ziekenhuisopname niet. Uh, de rapporten niet van de kinderen. Niks. Helemaal niet. had je wel aan contact met je kinderen. Hoe zag dat nou, er dan. Nou, ik had contact op de zijlijn. Dus dat wil zeggen. Ik zag wat er met de kinderen gebeurde. Want die, die komen in een loyaliteitsconflict. Ten tweede weten ze niet goed. Ja, wat is hier nou aan de hand? Waarom kunnen we niet bij mijn moeder? En waarom moet jeugdzorg erbij? Er was helemaal geen reden voor, dat vooropgesteld. Um, ja, hoe moet ik het zeggen? Ik heb eigenlijk het werk van jeugdzorg verricht om mijn moeder. Niet meer schade aan te doen. En mijn kinderen. Op emotioneel en psychologisch gebied. Alleen hun hebben geïnd. Dat is weer een andere zaak. Dus hun hebben gedacht. Laat maar eens vrijwillig. Hè? Dat, dat loopt wel. En ik heb ook een papier. Waarin staat. Als mevrouw haar kinderen terug gaat halen. Gaan wij naar de raad van kinderbescherming. En gaan we een OTS aanvragen. Nooit gebeurd. Want ik wist wat ze gingen doen. Zij hadden de verkeerde voor zich. Ik weet hoe dit systeem werkt. Dus ik moest even op mijn tanden wijten. En lijkzaam toezien hoe de macht is genomen, onterecht. Op geen enkele juridische grond. En hoe mijn familie daaronder geleden heeft. En vooral mijn moeder en mijn kinderen. Ja, dan wil ik mezelf nog buitenspel laten. Maar het is een hel geweest. Het is een onnoemelijke grote hel geweest. Je praat in de verleden tijd, ze zegt geweest, ondertussen is het geen hel meer. Je Kinderen zijn volwassen. Je hebt contact met de kinderen. Oh wil het is wel nog een hel. Hè? Je weet je, je houdt daar traumatische zaken aan over. Okay. Je houdt, als je heel goed nadenkt, en als je een pleegzorgwerker of een jeugdbeschermer bent, zou ik ze die capaciteit willen gunnen. Ik denk niet dat ze die hebben. Om eens na te gaan denken dat in, dat in één leven. Je hebt kinderen, ik ben een moeder, maar je hebt een gat van. Ja, zeg maar bijna 24 jaar, waarin je de zoekende bent geweest. Er is een gat. Ja. Dat kunnen ze nooit meer goedmaken. Nooit meer. De rechtbanken met de getuigenverhoren en de hoorzittingen hebben dat al vastgesteld. Dus je moet denken: je hebt kindertjes en je ziet ze lopen, maar. Er zit, er zit inmenging in. Ja. En die kinderen, die, die, ja, hoe moet ik het zeggen? Ik zag ze lijden en ik kon alleen maar op de achtergrond ervoor ze zijn en uitleggen: dit is er gebeurd. En daarom is het beter dat jullie dan bij, moeder, bij oma even zijn geweest. Maar als zij dus het hele verhaal eerder hadden geweten, dat weten ze nu dus wel. Ik denk dat ze dan uh, ja, nooit meer op de benen waren gekomen. Ik heb gewacht tot ze volwassen waren. Ja. Ja. Je, je zegt ook steeds uh, dat ze bij oma zaten. Uh, was opa niet meer in beeld? Jawel, opa in die zin. Uh, laten we zo zeggen: uh, Mijn vader is vroeg overleden. En mijn moeder heeft dan altijd kennis aan iemand die heel goed, uh, hoe moet ik dat zeggen? die op de achtergrond echt wel een opa is. Ik weet niet hoe ik het anders moet uitleggen. En daar hebben de kinderen nog heel veel geluk mee gehad. En mijn zus en uh, haar man. Um, maar zij hebben nooit, nooit... Uh, openheid van zaken eerder durven te geven... omdat ze mij dan pijn deden. Die waren ook in, dat, in die slangenkuil beland en niet, niet goed wetende wat voor gevolgen dat dat voor mij ook zou hebben. Ja. Het is en, echt groot. Ja, ik kan me er niks gelukkig niks mee voorstellen. Ik heb drie kinderen en alleen de gedachte al is een kwelling. Kun je nagaan als het je echt overkomt, uh, en ook nog dat het je moeder betreft, je zussen betreft, je kinderen betreft, en ik en ik heb op de achtergrond moeten blijven om iedereen te beschermen om die rechtszaken op te gaan starten, om, om recht te gaan halen. Dus ik heb hier jarenlang, ik heb op straat gestaan, ik, ik, ik ben ziek geweest, ik heb een ongeluk gehad. Um, in de tussentijden, in al die tussentijden. Maar toch houdt mij één ding recht. Je mag nooit niks met kinderen en oudere mensen doen. En zeker niet dit. Met recht bedoel je, je bent strijdbaar. En je wil bepaalde zaken aan het voetlicht brengen. En je wil voorkomen dat andere mensen dit ooit zou overkomen. Ja, dat heb ik ook in een hoorzitting gezegd. In de hoorzitting in 2013. Die man heeft. Uh, daar is erkend hoe ze gefactureerd hebben. Want ze hebben ook nog jaren factureringsfraude gepleegd. Uh, waarin ik zorg zou hebben gehad terwijl ze me nooit gezien hebben. Dus ik heb daar een hoorzitting op, uh, op laten komen. En ook gevraagd: geef me die onderbouwing. Waar heeft die zorg uit bestaan? Waarom heb ik die nodig gehad? Kunnen jullie dat even in het dossier aan mij geven? Dat hadden ze niet. Ja, dat hebben ze wel, maar dat durven ze niet meer te geven. Omdat het niet klopt. Dus als je dan kijkt hoeveel... Um, in die hoorzitting zei die man ook op het laatste, want er zat links van mij zat een vrouw, die had al een zatdoekje op tafel. Dus ik zei tegen haar, Weet u, ik ga maar niet terug naar van 2012 naar 1990, want dan kan ik alle ruiten wel ingooien. Laten we bij jeugdzorg blijven. En wat ik hier als laatste wil zeggen: laat dit nooit meer overkomen. Laat dit nooit meer gebeuren bij iemand anders. Dat is ook waarvoor ik het heb gedaan. Om mensen die, die niet capabel zijn om voor zichzelf op te komen, want er zitten veel te veel. Ketenpartners aan, veilig thuis, noem maar op. En als je daarin zit, ja, kom daar nog maar eens uit. Dat is lastig en dat weet ja, jeugdzorg. Ja, ja, ja. Als je eenmaal dat stempel hebt. Je zit eenmaal in die molen en, en je staat bekend als hulpbehoevend, zullen we maar zeggen. Instabiel. He? Hun kijken naar, hun ja. kijken, oké, okay. wie heb ik voor me? Ik, ik heb toevallig cliënten begeleid door het land, ook in jeugdzorg zelf, samen aan tafel gezeten... Ze, ze vroegen mij zelfs om hulp om de, de complexe eh, ouders om daarin te kunnen sturen. Ook dat, dat ben ik, eh, doe ik al een hele lange tijd, laat ik het zo zeggen. Dus ik kan die knop omdraaien. Mijn zaak is mijn zaak. Dit is een casus waarin ik mee los kan koppelen. Waarin ik ook samen kan kijken met jeugdzorg. Als ze gelijk hebben of niet. Dat vind ik wel belangrijk, maar ik heb dingen voorbij zien komen. Daar um, valt je niks meer in. Het is altijd een uh, David en Goliath-avontuur. Uh, je hebt altijd te maken. Ik, ik, ik ben zelf ervaringsdeskundige als het gaat om uh, schooluitval bij kinderen. Mijn eigen zoon is uitgevallen. Dus ik heb talloze zorgtafels meegemaakt. En dan, je zit je in, je dus. <laughs> dan zit je daar in je eentje. Uh, en ja. dan zijn er 10, 12. Veertien experts uh, die allemaal één blok vormen. Hè? Dus ook als iemand wat gek zegt, waar misschien iemand het niet mee eens is, er is niemand die zijn bekken opentrekt. Want stel je voor dat je, dat je niet goed gevonden wordt of dat, dat de groep zich ja. tegen jou keert. Dus ja. vaak ook als je de gekste dingen hoort, zijn er heus wel mensen aan de zorgtafel die denken: oké, okay, zal wel, uh, maar niemand die zijn bekken opentrekt. En dat is ook oh. de, de zieke dynamiek van, van dat soort overleggen. Vanuit nou, mijn... de zieke dynamiek bestaat hem uit het feit. Eh, als ik dat even mag aanhalen, want ik snap jou heel goed hoor. Het is te gek voor woorden dat men maandagsmorgens een casus bespreekt met tien man. wat ons een hoop geld kost. Dat is punt één. Punt twee, vertellen ze niks. Helemaal niks. Ze, ze, ze roepen een hoop, maar inhoud kan ik er niet uithalen. Als je kijkt naar de DSM-regeltjes. Of de codes die zij aan casus plakken. Dat, dat gaat gewoon onder een kopje koffie. Oké, okay, die hoort daar. Dan pakken we die code. Dan kunnen we dat. Kunnen we indienen. Dan kunnen we het systeem in stand houden. Punt. Want los van het feit dat iemand gestudeerd zou hebben. Het is maar een boek wat je hebt gelezen. En waaruit gedragingen worden omschreven. Die mensen. Hebben. En dat wordt dan mooi in, in, in hokjes geplaatst en dan hoor jij daar thuis, ja. oké, okay, nou dan moeten we die behandeling ja. en dan gaat dat nog eens doorgegeven worden. Dus het kost miljoenen waar niks voor gedaan wordt. Nou ah ja, het is natuurlijk een economie die draaiende gehouden wordt. Ja, ja, ja. Het, is, het is een, uh, het is een uh, hoe zei ik, hoe, hoe dacht ik er gisteren over, lopende bandwerk. Ze zouden eigenlijk in een fabriek moeten werken, want die is er hartstikke goed. Ja, sorry hoor. Hey, uh, ik, ik ben het met je eens. En, um, kijk hoor, ik, ik kom dan initiatieven tegen. Bijvoorbeeld een meisje die heet Noah van Hagen. Die heeft zelf op de ziekenhuisafdeling gezeten. Uh. En um, die dacht: hé, hey, hoe kan ik het beter doen? Hè? Dat zie je wel vaak hè, bij mensen die daar hebben gezeten. Dat ze denken: net als jij, hoe kan ik. Voor anderen voorkomen dat ze in dat web terechtkomen. Wat zij nu doet is dat ze met getraumatiseerde jongeren gaat ze op vakantie. Of op een werkweek, je noemt het. Vakantie, op een werkweek waar ze aan zichzelf gaan werken, maar wel in een liefdevolle omgeving. Oh. Helemaal zonder papierwerk. En ze doet het ook buiten de, de zorgverzekering om. Hè. Ze, ze zoekt sponsoren. Ze heeft een goed verhaal. En mensen willen daarvoor betalen. Dus oh. de, het hoofdingrediënt voor deze jongeren is liefde gezien worden. En dat kan dus helemaal zonder die zorgtafels, zonder al die procedures. Maar ook, maar ook inzicht en begrip geven aan ja. alle, aan de ouders en aan kind samen. Als je nou die dynamiek samenpakt, dan is het meestal um, ouders die in een, in een situatie terechtkomen, scheiding en noem maar op, of een burn-out. Het maakt niet uit wat. Als je dan kijkt hoe um, hoe moeilijk de ouders het vaak hebben om kinderen even te kunnen opvoeden. Ja, want er komt, dan komt daar weer een schuldgevoel uit voort, afwijzing, van alles gaat door dat hoofd. Terwijl er maar één ding nodig zou zijn geweest. Kijk even naar de moeder, help de moeder, zet een coach bij die moeder in plaats van jeugdzorg. Kijk even wat die moeder nodig heeft, maar bovenal leg de verbinding van kind en moeder terug en vader. Ja. En als je dat doet, Zo is 80% van jeugdzorg niet eens nodig. Zo simpel. Ja, we hebben het net over inderdaad die gestudeerde mensen. Ik zeg altijd, een gedragsdeskundige weet alles van gedrag. Maar omgaan met kinderen is uh, weinig uh, weggelegd. Dat is toch een echt een ander verhaal. Vanuit je hart zien wat, wat nodig is. Iemand analyseren en alle theorieën erover weten. Is echt wat anders dan op hartenniveau connecten met een kind. En doen wat Mag echt ik je nodig is. Een gedragswetenschapper weet niks. Die weet alleen, die kijkt... Ja, sorry, ik, 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 ik heb er ja. lang over gedaan. Ik heb een, eigenlijk twintig jaar in ontwikkeling geweest... om te kunnen begrijpen... wat is een gedragswetenschapper? Wat kan een psycholoog? Wat ja. kan een so-called professional? Um, een gedragswetenschapper kijkt dus... als ik zo zou zitten... dan zou ik gesloten zijn. Ja. Als, ja. Ik, als ik uh, de hele tijd zo zit... Dan zou ik wel eens een, een, een zenuwtik kunnen hebben. Ik noem maar iets. Ja. Ja. Wat zij niet kunnen, en dat is, niet, dat is geen verwijt, maar ik hoop dat ze dat eens gaan erkennen. Wat jij zegt, dat hartgebied, daar komen zij niet bij. Ja. En waarom niet? Omdat ze de studie in de bol hebben, dus de EQ, maar niet de IQ. En dat is iets anders. Ja. Intuitieve communicatie moet je hebben beleefd. Anders kun je niet iemand echt voelen... waar die met zijn gedachten zit. Hoe je diegene kunt helpen. De hardheid of de ijsblokjes... die ik zeg wat professionals wel eens zijn... als je ze dan tegen, die, tegen dat, dat, de, de borst stoot... dan worden het ijsblokjes... en kunnen ze niet meer mee in wat je wilt vertellen. Wat werkelijk de gevolgen zijn... Van iemand die je niet begrijpt, iemand die je niet ziet, iemand die je niet hoort. En als je dan een verhaal vertelt. Oh, dat is toch wel zeer ernstig, maar het is juist de politiek. We gaan over op de orde van de dag. Punt. Dan denk ik: hoe. Weet je, die, deze mensen zijn versplinterd door de kennis. Die komen niet meer bij hunzelf. Ja. Ja. Die kunnen niet meer voelen. Ik herken me daar wel in door die ervaring die ik heb met de vele professionals, laten we ze professionals noemen. Uh, ik heb zoveel vergaderingen gehad, ik heb precies aan nul vergaderingen wat gehad voor mijn kind. De, precies. Mijn redding was de, de leerplichtambtenaar die wel naar mijn verhaal luisterde en mij zo'n vrijstelling gaf van de leerplicht, zodat hij kon herstellen. En uh, een stage kon gaan lopen en ja, wel gewaardeerd werd. Maar al die overleggen, ik heb nog nooit iemand gehoord... en het gaat om tientallen mensen, ik hoef jou niks te vertellen... Nee. Die, wat die wat nuttigs betekend hebben voor mijn kind. Helemaal niks. Echt schandalig. Nee. En nee. ik denk ook dat zolang we met cognitie... alleen louter met cognitie proberen de problemen van mensen... niet alleen van kinderen, maar van mensen in het algemeen op te lossen... dat we met een groot probleem blijven zitten. Als we ja, niet... Duurlijk. Die hartconnectie kunnen maken, zoals uh, Noah van Hagen dat bijvoorbeeld wel doet in haar werkweken. Wat je, waarvan je ook ziet dat dat gewoon wat doet met kinderen. Hè? Niet meteen de oplossing, dat is ook niet de bedoeling, maar gewoon een liefdevolle omgeving. Ja, zolang we alleen maar vanuit het theorieboek mensen blijven benaderen. Uh, en dat brengt me eigenlijk ook meteen bij een punt waar ik ook wel benieuwd naar ben, naar jouw mening. Wat is dan wel de oplossing? Hoe doorbreken we? Deze economie ook, want het is ook gewoon een economisch model. En hoe kunnen we nou inderdaad ervoor zorgen dat wat jou overkomen is, de, de volgende generatie niet overkomt? Ik, trouwens, ik wil nog even teruggaan naar een postnatale depressie. Het overkomt heel veel vrouwen in Nederland. Het is niet een, een gek verschijnsel. Dus ik vroeg me nee. even af, Yvonne: is een postnatale depressie um, een rode. Uh, rood vinkje voor jeugdzorg om een kind uit huis te plaatsen. Is dat een standaard procedure? aan oh, postnatale depressie, hop, kinderen onder toezicht. Nou, het gaat zo. Kijk, bij mij is het uit huisplaatsing sowieso niet van toepassing geweest. Nee. Ik wil daar even op inhaken. Uh, daarom strijd ik ook voor dit, hè, voor de rechter te laten komen, om dit weg te vegen. Want het is wel zo. Op alle papieren waar je oké uit huisplaatsing gedaan. Dus het is wel zo als en uit huisplaatsing op papier staat, zo moet je het zien, en er zijn geen goede, um, uh, hoe moet ik dat zeggen, informatie of onderbouwing daarin, dan is het wel zo dat diegene en de kinderen en het nageslag ten alle tijden in het systeem blijven hangen. Dus als mijn zoon nou naar een dokter zou gaan, of, of zijn zoon straks, dan zou gekeken worden, oh ja, uit huisplaatsing, ja, dan ja, moet je ja, die ja. richting zoeken. Ja, ja. Ja. Nou, dat heb ik al allemaal recht gezet. Alles is uit de systemen. Okay. Dit is niet gebeurd. Dit is geen uithuisplaatsing. Dit is... Wij zijn gedupeerden... Ja. waarin dus het systeem... de uithuisplaatsing... Zich, naar zich toe heeft getrokken... zonder rechtbank. En nu zijn ze stil. Dus dat heb ik opgelost. Wil wilde ik wel even duidelijk... voor mensen ook, ook... en voor ouders. Onthoud één ding. Sta je in het systeem... Met wat dan ook, veilig thuis of, of noem maar op, ja. dan blijft dat dekseltje ja. voor jou dicht. Ja. En de vraag was van jou ook alweer: uh, Nou, of postnatale depressie dus ja. een aandoening ja. is, of, of iets dat mensen overkomt, wat meteen reden is om te zeggen: Nou, dit is een groot risico, uit huis met die kinderen. Uh, dat is zeker een reden voor hun. En waarom? Uh, ik weet niet hoe we tegenwoordig. Ik ben het niet, maar, niet nou niet, even niet tegengekomen, maar als ik kijk van nu terug naar 1990, dan heb ik het ook over heel wat jaren. De postnatale depressie is in die zin uh, onderkend. Omdat eigenlijk twee dingen spelen. De postnatale depressie ontstaat door. De instabiliteit of de kwetsbaarheid of de identiteitscrisis of de verantwoordelijkheid die een moeder moet nemen, daar is niet op geanticipeerd. Dus het gevolg is een postnatale depressie. Dan komt GGZ erbij of dan komt jeugdzorg even kijken of dan krijgen ze even iets over de vloer. Oh ja, nu, ja nee, dan moeten we toch die richting op. Dan lijkt het ons beter dat de kinderen toch tijdelijk even. Ondergebracht worden, zodat u kunt herstellen. Ja. Dat zeggen ze dan. Terwijl, als er een coach in huis is, gewoon een begeleider of een ervaringsdeskundige die van deze zaken afweekt, psychisch en emotioneel, dan is jeugdzorg overbodig. Dan zouden ze misschien een oogje in het zeil kunnen houden, maar niet de regie overnemen. Want hier tegenover woont een huisarts, die ken ik van heel vroeger. En ik woon hier nu een jaar of zeven. En ik kwam met hem aan de praat. En het was maar heel kort. Ik zei nog: Ik ben vroeger met spanningen vaak bij u geweest. Weet u dat nog? Nee, zegt hij. En waarom dan? Ik zeg: Nou, ik had een postnatale depressie. En ik was zo overstelpt door emoties. En toen zegt hij: Wie heeft je daarbij geholpen? Ik zei: Niemand. Ze hebben me nog dieper geduwd, omdat ze het niet wisten dus ik ben daar zelf geklommen. Toen zei die mevrouw: "Hoe heeft u dat klaargespeeld? Want ik ben gestopt vroegtijdig met mijn huisartsenpraktijk, want ik kon er niet meer tegen dat vrouwen die echt wel in de postnatale depressie zaten, dat die niet geholpen werden. Ik hoop mevrouw dat u een boek gaat schrijven voor die vrouwen die u kunt helpen, want het is immens." Dus ja. mooie vraag dat je die stelt. Ja. Ik vind het een belangrijke vraag omdat postnatale depressie, uh, het wordt tijd dat het taboe eraf gaat. Uh, het wordt tijd dat we zien dat je daaruit kan komen met de juiste begeleiding. En het wordt Absolute. helemaal, het is helemaal evident dat het waanzin is dat kinderen uit huis geplaatst zouden kunnen worden onder het mom van mama heeft een postnatale depressie. Werk aan ja, de moeder, precies. geef de kinderen, verbindt de kinderen en de moeder juist. Wees, wees die verbinding daartussen, precies wat je net zei. Maar niet uh, uit huis plaatsen. Dat lijkt me uh, niets minder dan marteling. Je rukt een kind. Je moet denken: een kind is. Ja, de jongste zoon van mij, die was een paar maanden. toen ik helemaal dichtklapte. En je, je, je geeft hem even aan oma. en je zegt van. Ga eventjes, lekker eventjes op vakantie bij oma. Ja. Hè? En dan gebeurt dit. Ja. Dus. Absoluut. Je rukt iemand letterlijk. Dus een kind, een moeder, dat weet jij ook. Uh, inmiddels denk ik, met die verhalen. Een moeder, een kind groeit onder het hart van de moeder. Ja. En ze trekken de navelstreng los. Ja. Dat kunnen ze, dat is, dat is immens. Als je dat goed kan, kan begrijpen. En ik heb echt, echt, ik. Ja. Hoe ik het zie en ervaar, en dan de so-called professionals, hoe ze daarop reageren, dan vraag ik me af wat van hun kinderen terecht moet komen. Als ze dat niet kunnen begrijpen, als je je niet kunt inleven in een gezin, dan kun je je ook niet inleven in je eigen kinderen. Dat kan niet in mijn ogen. Want dan, want dan als, als de ene. Stel voor ze zouden het wel kunnen en op de werkvloer gewoon met kodetjes werken. Dan denk ik helemaal dat ze voor de rechter moeten. Ja, ja, ja ik weet het niet. Want er zijn genoeg uh, mensen uh, die werken in de gevangenis of uh, in de slachthuis. Of, uh, of ergens anders op de wereld zijn gevangenisbul. En die komen thuis en die kunnen toch op een, een of andere manier toch wel liefdevol... Ah nee, nee dit ligt anders. Dit is, dit is moeder-kind. Dus ik heb het over de vrouwen. Dit ligt echt anders. Uh, je moet het zo zien, iedere moeder die een kind heeft gebaard, die, die verbinding, die hebben hun ook. En die verbinding, die kunnen ze niet zomaar als ze thuis weggaan en zeggen, zo meid, en ze hebben van alles voor die kinderen gedaan, gevoel erbij, noem maar op. En ze komen dan in gezin en ze kunnen hartstikke omdraaien. Bestaat niet voor een moeder. Ja, kan niet. Ja, 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 ik begrijp wat je bedoelt. Ja, ja. ja en wat het is. Um, er zijn ook heel veel uit de jeugdzorgstap. Je ook uit de GGZ, die heb ik zelf hier in de praktijk gehad. Die mensen, daar heb ik respect voor. Die zeiden: wij kunnen dit niet meer. Dit kan niet. Dat zijn de juiste mensen die eigenlijk als ervaringsdeskundige. Als je het ja. nou toch over jeugdzorg hebt, mee zouden moeten kijken. Maar ja. niet in het systeem. Ja. Snap je? Nou, uh, een van de oplossingen, ik, 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 uh, ik las laatst het rapport van Jason uh, Boekwandas oh, okay. over dat uh, eenzaam gesloten heet dat, als gevangenispersoneel ja. uh, voor kinderen met een trauma moet, met psychische problemen moet zorgen, want dat was ook letterlijk het geval. Hè. Het was Harreveld, het was eerst de gevangenis, kreeg een andere bestemming, uh, ging naar jeugdzorg uh, voor suicidale kinderen en zo. En hetzelfde personeel wat eerst met gedetineerden werkt, krijgt dan... Dit soort kinderen onder hun hoede. Nou, die krijgen een hele, hele bijzondere tafereel. Um, hoe kom ik hier ook weer op? Wat was... <laughs> Soms. Het ging dat je de, wat je de kinderen aandoet. Dat je, dat je echt uh, vanuit een, een gesloten jeugdinstelling. Onderhoud. Kinderen... Oh, het had over, ja, over uh, de aanbevelingen uit het rapport. Een van de aanbevelingen is. Het ging er ook in het rapport om dat uh, de. de... Inspectie dan op bezoek komt en dan aan kinderen in dat systeem, in het zieke systeem vraagt. en aan medewerkers: hoe vinden jullie dat het gaat? Dat is natuurlijk, ja, daar kan je natuurlijk geen zinnig antwoord op geven. Ook niet als medewerker, als je in het systeem zit en je ziet niet dat het, dat het scheef is. Dus een van de oplossingen in dat rapport is ook: zorg dat bij inspectiebezoeken. dat er altijd een ervaringsdeskundige bij is. Want die prikt ja. daardoorheen door, door dit soort. Uh, uh, nep bezoeken, zullen we maar zeggen. Die kan echt contact maken. Hè? Als kinderen ja. weten, jij hebt hier ook gezeten, jij weet wat ik doormaak. Dat is een heel ander verhaal. Je kan eigenlijk, vind ik, in de gezondheidszorg, bij jeugdzorginstellingen, bij tehuizen, bij de gesloten jeugdzorg, geen indicatie doen zonder ervaringsdeskundigen. Dat... Die kunnen dat, die kunnen ondervangen. Hè? Dus als de papierkraam rondgaat, of ze krijgen iets ja. voor de neus Zonder dat het eerst naar de manager gaat en doorgevoerd ja. wordt en daar wat voor betaald wordt. Kijk, weet je, het is heel belangrijk dat er iemand een tussenpersoon zit, managers wij, die hebben we niet nodig. Ja. Tussenpersoon, even kijken van oké, okay, wat is dit? Wat zie ik hier? Nee, daar moet ik even aandacht aan besteden. Dus ondervangen voordat het in het systeem gaat. Precies. Precies. En dat, dat weet je. Um, ik ben best wel, um, als het moet, heel, heel duidelijk. En, en die vinger in die wond, dan duw ik hem ook echt in de wond. Want ik vind: um, als je je professional noemt, dan moet je je ook zo gedragen. En als je geen ruggengraat hebt om, en, en dan alsnog van alles doet om maar te, het alles in die doofpot te houden, dan ben je bij mij een nul. Dan ben je bij mij niets. En zeker als het om deze gevallen gaat. Ja, als het om kwetsbare kinderen betreft, ja. En ouders, en oma's. En je ja. weet je, als je kijkt hoe jeugdzorg zelf, en dat wil ik toch even aanhalen, want dat vind ik belangrijk. Heel veel mensen die tegen jeugdzorg hebben gevochten, die, eh, moet ik wel zeggen, dat zijn dan complexe eh, casussen met jeugdzorg, met politie, met veilig thuis en noem maar op. Als je dan, eh, wat wilde ik daar nou over zeggen, is heel belangrijk. Zij. Hebben mijn pb'tjes hier in de praktijk gezegd, Yvonne, let even goed op. Want als je met jeugdzorg en je hebt een casus wat hout slaat, dan zal alle deuren dicht gaan. Gemeentes geven je niks, die geven je niks, alles. Je komt echt met niks te staan. Daar heb ik heel lang over nagedacht. Ik geloof niet in complottheorieën, maar waar ik wel in geloof, is dat, en dan weet je, ik analyseer altijd alles en als ik het duidelijk heb, dan spreek ik het ook uit. Wat, wat er gebeurt, is dat jeugdzorg zaken op de lange baan schuift. Mensen worden ontmoedigd, gefrustreerd, kunnen niet werken, komen in financiële problemen. Dit doet jeugdzorg bewust, want zij weten, als je eenmaal zo. In het gevecht zit en niet meer kunt werken en een uitkering moet aanvragen en noem maar op, weten ze dat je daar ook nog eens een traject moet doorlopen en wat maanden duurt. En dan weten ze en dan hopen ze, dan scheiden ze wel uit. Dus het is niet dat iedereen daar meteen bovenop zit. Nee, jeugdzorg trekt iedereen mee, alle instanties. Het is andersom. Ja. Want de gemeentes hebben ze ook meegetrokken in ons geval. Wat, ik ook, wat ook schrijnend is, wat je eerder benoemde, is uh, het stempel dat, voor, voor je leven, dat je dat voor je leven meedraagt. Ik probeer de naam te vinden van die documentaire. Misschien kan jij me herinneren, dat ging over een, een, een uh, kraamverzorgster of een vroedvrouw. Die voor uh, de mensen opkwam die ook in de knoop zaten met uh, jeugdzorg. En die ging ook mee naar de gesprekken en zo. En die jeugdzorgmedewerkers en die zorgmedewerkers dachten: echt, Wie ben jij? Jij ja, bent ja. maar een vrouw, wat kom jij doen? Ja. Uh, en ik kan me herinneren, een fragment uit die documentaire, dat, uh, dat er een kind uit huis geplaatst was bij een vrouw die zat aan het drank of drugs. Uh, en die heeft aan zichzelf gewerkt, heel lang en heel hard. En die is daar beter uitgekomen. Die kreeg ja. een tweede kind. En dat tweede kind werd zonder pardon gewoon in één keer weggehaald. Want, want, acht jaar geleden of hoe lang geleden dan ook. Is dat ook gebeurd? Toen zat je aan de drank en drugs, toen hebben we je dat stempel gegeven, en dat stempel yes. hou je. Zij is helemaal, heeft ze aan zichzelf gewerkt, is er helemaal uitgekomen en het kind wordt weggehaald. Ah, oh, verschrikkelijk. Ja. Dat, is, dat is juist waar ik op wilde attenderen. Kijk, ja. weet je. Ja. Bij mij was Het is nooit een diagnose gesteld, wat dan ook. Dus nu, ik, ik moet eigenlijk altijd, ik vind dat zo grappig. Dan heb je daar ooit zelf gezeten. En als cliënten opgenomen zijn, ik ben hun begeleider, dus moeten ze mij nou de casussen gaan geven ja. en met mij bepraten. Want... Dus, dus dat glaswandje is weg. Ik heb alles, alles wat niet klopte, heb ik met mijn huisarts besproken, want die kennen mij alle twee al heel lang. Die hebben ook altijd gezegd: met jou was niks aan de hand, hadden we het maar eerder kunnen ingrijpen. Goed, dat allebeneur. Maar nu is er zelfs, als er crisissen zijn... of mensen moeten met een RM opgenomen zijn... dan zien ze mij zitten en dan moeten ze met mij praten. Hoe wat met deze vrouwen? Kijk, weet je, dat, dat um, is een cadeau uit mijn hel. Laat ik het zo zeggen. Dus wat ik daaruit, hoe, hoe emotioneel ik ook was op die afdelingen... want ik weet alles nog hoor. Het heeft me wel... Um, de ervaring op de vloer geleerd, zonder kennis in dat kopje te steken. Dus ik zie veel sneller, uh, een, 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 laten we zeggen, als iemand voor mij zit, dan hoef ik niet vier overleggen om even te weten, wat zou er nou aan de hand zijn? Nee, dat is pas, dat is aan de hand. En zo gaan we het oplossen. Dat zie ik gelijk. Dat is dan weer... Ja, jij hebt en... door alle bullshit heen. Daarvoor heb je die ervaringsdeskundige nodig. Ja, ja, precies. Maar ook op psychisch gebied, emotioneel gebied, ja. en nog eens wat ze met de systemen doen. Dus, dus de in en out, die, 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 die gooi ik je nou bij de Losse Pols. Maar ja. daar heb ik wel twintig jaar over moeten doen ja. om ja. mijzelf te bevrijden en mijn kinderen en mijn familie. Ja. Want er hoort geen stempel op, ja. Plak dat ze die maar plakken op hun eigen hoofd. Ja, precies. Dus eigenlijk zou je, uh, in, in, als het gaat om stempelen en uh, dit soort levenslange stempels, zou je eigenlijk op een punt moeten komen. Hè, stel je bent verslaafd geweest aan de drugs, je kind is uit huis geplaatst, je hebt aan jezelf gewerkt. Je kan uh, dat middels een verklaring van een psycholoog of de behandelend arts laten zien: hé, hey, ik ben eruit, het gaat goed. Dan moet je dat kunnen indienen bij jeugdzorg of welke instelling dan ook. En dan moet je een schone lij krijgen. Het kan niet zo zijn dat je levenslang bent veroordeeld omdat je een fout hebt gemaakt in het verleden. Goed dat je dit aanhaalt, want ik ben op de Tweede Kamer geweest in de Tweede Kamer in Den Haag. Bijzonder gesprek hoor, ik moest er echt om lachen, maar goed. Hij heeft ook geen uh, dossier van mij aangenomen, maar hij had het erover, goed dat je dit aanhaalt. Hij had het erover van, ja, Ivan, hiernaast is ook nog een kamer vrij, maar dan willen ze een beetje, denken ze, die gooi ik even, even aan de kant. En wat denk jij dan dat jeugdzorg zou moeten doen? Ik zeg nou, ten eerste wat jeugdzorg zou moeten doen, is niet teruggrijpen. Nou, ja. daar komen we. Niet teruggrijpen. Ik, ik herinner het me nu... dat heb ik zes jaar geleden daar gezegd. Wat zei je, zei die? Zeg, niet teruggrijpen op dat... wat ooit daar lag. Ga beginnen met... wat is er nu aan de hand? En ga naar voren. Oh, dat vind ik wel interessant. En die... die ja, zo'n zo manneke wat daarbij zat... ik zeg, nou, hij heeft het niet meegekregen... hij zit op de telefoon, nee, dat interesseert hem niet... Dus weet je, ik, ik, toen zei hij nog, Yvonne, um, ik noem je naam, dat, dat hebben we afgesproken. Ja. Maar hij zei nog, Yvonne, jij gaat nu toch ook overlijken om dit recht te willen zetten. Ik zeg, nou, weet je, het lijkt me verstandiger als jij even naar school, de schoolbanken teruggaat En even kijkt waarom ik dit doe en wie overlijken gaat. Ik denk dat je nog een, een les hebt overgeslagen. Dus die heeft ook nooit meer iets gezegd, die is ook uit de politiek gezet. Want er zijn klokkenluiders geweest dat er dossiers die maken blijven liggen. Die, moet hij, die moest hij afhouden. Ja. Dus als je het hebt over terug, met terugwerkende kracht, dat moet stoppen. En daar zal ik voor pleiten. Ja, ja, precies. Die levenslange stempels. Ik ga met je meepleiten, want ik vind dat inderdaad. Uh, dat een mag ziekmakende, niet. in de praktijk. Dus dat, mooi, daar kunnen wij ons allebei hard voor maken. Jazeker. Wat zijn nog meer, uh, nu we in de oplossingsrichtingen zitten, wat zijn nog meer zaken waarvan je zegt, nou dat, dat gaat zeker bijdragen? En als ik het even in het algemeen, maar ook hier in het zuiden heb, ten eerste moeten de advocaten zich eens losrukken van jeugdzorg. Daar bedoel ik mee, is er iets aan de hand, hè, dan moeten we hier in het zuiden, moeten wij gewoon advocaten kunnen krijgen die achter ons staan en niet in een zijtak van jeugdzorg in de zak zetten. Want dat doen ze hier, hè? overal trouwens. Je krijgt een advocaat toegewezen die lijntjes heeft naar jeugdzorg. Bedoel je dat? Ja, hebben ze hier allemaal. Familierecht in het zuiden is gedekt. Oké. Okay. Ik heb dat uh, met uh, de deken van advocaten destijds besproken. Die zei al tegen mij, mevrouw Kustels, wat u wilt bereiken, die kopstukken, daar gaat zich niemand aan branden hier in het zuiden. Ik zeg, wat bedoelt u daarmee? Zo was ik nog heel naïef. En zegt hij nee. Dit is te groot. Dit gaat geen enkele advocaat voor u doen. Dus ik loop naar buiten. Ik denk ja, dan moet ik het. Hij zei nog dan moet je hem buiten de Limburg invinden. Ik denk, waarom zegt hij dat nou? Ik ben er tegengekomen. Zij zorgen dat advocaten aan hun gelinkt zijn. En als er dan een grote zaak komt, zoals die van mij, dan kunnen ze die niet doen, want dan komen ze in belangenverstrengelingen. Is mij rechtstreeks in mijn gezicht gezegd. Door een advocaat. De laatste die ik heb geraadpleegd. Ik zeg: Wat zeg je nou? Dus in feite zeg jij: Je hebt je connected aan jeugdzorg. Je kan niet voor de mensen die schade hebben door jeugdzorg. Dan mag jij niet in, als vertegenwoordiger. Zeg maar: Je weet toch wel dat jij, als je de kinderen van jeugdzorg die al kwetsbaar zijn, bijstaat in de rechtbank. Je weet toch dat als ze, als ze losgelaten worden, dat ze in de goot vallen. Weet je wat hij zei, letterlijk? Ja, dat weet ik. Hey, nou, ik moet even aan een glas water drinken, want deze maaltijd valt me toch wel erg zwaar op mijn maag. Dus jij bent opa, jij bent zelf vader, jij weet dat het een illusie is wat je bent in doen, maar je wil wel je praktijk laten draaien. Op dat wat je weet, dat die jongeren nooit geholpen worden. Is toch verschrikkelijk? Ik heb het allemaal gezien, hoe allemaal tegen je komen, je wil het niet weten. Ja, je komt er natuurlijk pas achter als je in dat web zit. Hè? Kijk, voor de ja. grote burger, uh, je komt er nooit achter. Want je hebt er gelukkig dan niet mee te maken. Je komt er pas achter als je in het uh, jeugdzorgweb komt. Met al die vooral als je, die je alle papieren omhoog moet timmeren. Ja. Gelukkig heb ik alle bewijsstukken. Die nodig zijn en die, die, die spreken voor zich. Daar hoef dus, ik helemaal niet meer over na te denken. Hoe zorg je in, uh, in het zuiden voor goede rechtsbijstand dan? Hoe, hoe doe je dat dan als je in het web zit? Um, ten eerste, als je in het web zit, dat is een goede vraag. Daar dat moet ik eens eventjes een seconde mijn hoofd over laten gaan. Ten eerste, proberen um, dat je de casus, dat je de kaas is netjes heb liggen, dus dat er geen chaos is. Ten tweede, geen kopstukken. Dan? Dat, dat moet je maar even. Wat bedoel je daarmee? Nou, de directeuren. De, als je die wil aanpakken, dan zou ik willen adviseren. Er zijn dus wel, heb ik nu te horen gekregen, twee of drie die dat dus wel doen. Dus die zijn niet bang. Dus het begint. Hè? Die, die zijn ook niet gerelateerd aan jeugdzorg. Wat ik zou willen zeggen aan gedupeerden, houd je eigen casus zelf in hand. En daar bedoel ik mee, jij bepaalt wat de advocaat moet doen. Dus heb je papieren op orde en praat mee. Zorg dat je ook de inmenging aan de advocaat hebt. Want ik heb ook advocaten gezien die durven voor de rechtbank. Ik heb zelf bij Familierecht in Tilburg in, het gerechts, in de rechtszaak mogen zitten, wat normaal niet mag. Maar ik mocht wel niks zeggen. Dus ik heb gezien hoe familierecht gaat en hoe bang advocaten zijn, omdat ze maar de helft van die papieren krijgen of chaos in die papieren hebben. Dan kunnen hun ook niet goed focussen op wat, waar moet ik nou naartoe? Je bedoelt de helft van de papieren krijgen van de getupeerden. Van de getupeerden. Okay. Dus daarom zeg ik: zorg dat je casus goed onderbouwd is, chronologische lijn. Geef dat aan de advocaat en zeg vooral: Dit zou ik graag opgelost willen zien. En, daar en daarom, hier heeft u de papieren, hè, die hun hebben. Dan pas kan de advocaat in de rechtbank ook zijn mond open doen. Maar als die maar voor de helft weet, daar een stuk en daar een stuk en daar een stuk, ja, dan kan die nooit goed voor de cliënt op, goed vertegenwoordigen. Want hij moet dan ook opletten wat hij zegt. Want anders wordt hij dadelijk. Nee, ik snap het. Dus hier heb je een, een, een belangrijke rol als, als ouder, als betrokkenen, ja. om dat goed ja. voor elkaar te krijgen. Ja. Ik, ik moet je ook eerlijk zeggen, ik kijk wel eens op YouTube naar rechtszaken waar familie zit. En, waar dus dat, en daar moet ik wel eerlijk in zijn. Um, zo realistisch als ik ben, ouders worden vaak niet goed begeleid. Dus wat krijg je dan? Ze hebben al een OTS. Ze moeten ergens aan werken als gezin. Dan komen ze in de rechtbank en dan moet de OTS weer verlengd worden. En die ouders die kunnen dan niet goed uit de woorden komen. Ja. Dus die, die rechter vraagt iets. En ik, 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 ik zat echt, oh wat erg, kon ik maar voor ze praten. Maar die, die, die konden niet meer zeggen van, jawel, dat hebben we wel goed gedaan en niet. En dan gaat die rechter naar de GIE. En wat vindt u ervan? Nou ja, dit en dit en dit wordt gezegd, maar bla Dus... Wij vinden van niet. En de rechter moet dan beslissen om die OTS verder te laten gaan. Nee. Omdat mensen de communicatieve vaardigheden, nee, nee. de angst ja. hebben. Dat is een ander megaprobleem dat ik zie. Ja. Hè, je ziet toch, toch ook dat OTS'en vaak uh, in een bepaald sociaal-economisch milieu uh, gebeuren. Niet zozeer in Wassenaar hè, of uh, in, in Amsterdam Zuid. Daar niet zoveel. Maar uh, zeker. Uh, ja, In wat arme wijken is het natuurlijk ook makkelijker om dat te doen. omdat je geen uh, dus in de, de rechtszaak hebt die zelf advocaat zijn. Nee, die zijn schoonmaker of die, ja. uh, die werken in de supermarkt. en die hebben geen enkel vocabulair, letterlijk. Hè? We, hebben, ja. dus we, hebben hier, we hebben het hier over een taalprobleem. Ja. Ze kunnen nu, zich niet uitdrukken op het niveau van de professional, ja. van, van de rechter en van de advocaten. die, die zo'n verbaal voordeel hebben. Ja? Dus dat is een, 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 weer die David en Goliath, die vreselijk ongelijke strijd. Ze hebben jou nodig die eigenlijk het woord doet. Of mij. He, ja. Want wij komen wel uit onze woorden. Ik kan mijn oh, mannetje niet. Ja. Wij kunnen onze mannetje wel staan. Ja. Dat is een ander probleem. Wat je ook niet zomaar even kan ondervangen. Want de rechter moet natuurlijk ook wel het recht hebben om de, de gedupeerde te bevragen. Maar, nou, ik, tegenwoordig ga ik ook heel veel met andere mensen naar de rechtbank. En het mooie daarvan is uh, dat je kunt zien uh, hoe rechters reageren, uh, waarom ze zo reageren, waarom ze de vragen stellen aan, aan die partij en aan die partij, aan de gedupeerde partij. Weet je, ik heb daar veel uit geleerd. En men zegt vaak, ik heb het niet ervaren, daarom zeg ik het ook. Rechters, hoorzittingen, noem maar op, alles is corrupt. Nee. Ik heb het niet ervaren. Waarom? Mijn verhaal was duidelijk. Het is aantoonbaar. Je moet wel een advocaat hebben die dus doorpakt. Die had ik toen niet. Maar als je kijkt naar de hoorzitting, als je kijkt naar het getuigenverhoor. De rechter heeft de, heeft de kop omlaag gedaan. Ze zegt mevrouw Kusters, dit kunnen ze nooit maar goedmaken. Dus wat betekent het? Ik hoop en ga er ook hard voor maken. Dat doe jij ook nu. Inzetten van mensen die wel degelijk, intuïtief en hele goede moeders en ouders zijn, maar communicatief iets niet kunnen verwoorden, om die te, de, daarvoor een stem te zijn. Ja. Dan zal een rechter ook een breder beeld krijgen van wat hier aan onderdrukking, aan afwijzing, aan, aan machtspelletjes worden gespeeld over gezonde mensen. Ze hebben alleen niet die richting studie gehad. Maar ze zijn veel belangrijker. Als dat die daar allemaal op de stoel Absolute. zitten. Absoluut. Eens. Hoe Eens. zie ik dat. En voor de rest. Weet je. Um, het tijdstip was juist om deze podcast te doen. Mensen mogen ook van mij verwachten. Dat ik inzetbaar blijf. Zeker. Ja, voor ja, dat is ook, dat is ook mijn, 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 mijn besluitende vraag. Hoe ziet de toekomst eruit? Waar, uh, hoe gaat jouw strijd verder? Um, ik geef even een antwoord. Het is geen strijd meer, het is een afwikkeling. En ja. een mooie, nieuwe, ruim, ruime weg, waarin ik geen last meer zal hebben van mijn casus, want die los ik wel op, dat, dat moet. Hè? Weet je, dan moet een prijskaartje tegenover staan, anders leren ze helemaal niks. Ja, zeker. En dan is mijn weg vrij om dat te doen in rust, in balans. Want ik stelde je al, huis kwijtgeraakt, ziek geweest, verhuisd, toestanden, ja. praktijk moest ik tijdelijk weg doen, noem maar op. Uh, je, vroeg, je had nog een mooie vraag, die wil ik toch nog even beantwoorden. Wat de gevolgen zijn geweest. Ja. Je kunt beter vragen, welke gevolgen zijn er niet geweest? Alles wat je maar kunt bedenken is me overkomen. En vanuit dat stuk uh, is mijn verleden mijn toekomst geworden. Want ik was al therapeut, ik was al coach. Ik deed me al heel erg interesseren voor de medische wereld. Alleen wat mijn vader heel vroeg overleden is, heb ik een andere weg gekozen, maar deze is veel beter. Ja. Hier kan ik met de hand op mijn hart zeggen, als ik wat zie of als ik wat zeg of als ik meega, dan is het duidelijk. Dan, dan twijfel ik niet nergens aan. Ik ben niet bang voor het systeem. Het systeem is wel bang voor mij. Ja, dat geloof ik. Ja. En dat mag, dan ja. leert ze ook van. Hè. Ik heb ook van hun moeten leren. Ja. Ja. Nou, dan staan we toch op gelijke voet. Mooi. We hebben het gehad over jouw verhaal, over het ontluisterende verhaal van wat jou is overkomen, wat het gevolg ervan is geweest. Ik ben blij te horen dat je goed contact hebt met je kinderen. Dat, dat vind ik een wel heel belangrijke ja, ontwikkeling. Uh, het heeft het heel zon. veel jaren gekost de, met huilen wat ja. zij gezien hebben. Ik heb ze echt, ja. echt beschermd. Want stel je voor, zij moeten een, een, een psycholoog ja. of wat dan ook hebben, dan zouden ze nooit meer vertrouwen. Maar ze hebben hun moeder, dus ik kan dat wel op afstand. Jij, jij, hebt, de... jij hebt gerealiseerd dat jouw verdriet niet hun verdriet moet zijn, dat zij dat niet Precies. hoeven te dragen. Hè? Dan Precies. hebben we het over familieopstellingen en familiepatronen, die, die Familie evolutie patronen. heb ik vrijgemaakt. Het is jouw pijn, het is jouw verdriet. Dus je hebt, jij hebt nooit tegen je kinderen gezegd oh. Mama heeft zoveel pijn en verdriet omdat jij. Nee, de... nee, nee. nee, nee. nee. Ik, heb, ik heb jaren eerst ieder woordje omgedraaid in mijzelf. Wat is er gebeurd? Wat heb ik gedacht? Wat heb ik gevoeld? Is dat terecht? Is dat zus? Ik ben toen naar mijn huisarts gestapt na heel veel jaren. Ik zeg, nou, nu weet ik wat ik heb gehad. Ik had een postnatale depressie. Haar antwoord was: dat wist ik al lang niet van. Toen heb ik gezegd: het is maar goed dat ik het zelf heb uitgezocht en dat alles. Dat ik vrij ben en open mijn kinderen kan aankijken, wat ik heel belangrijk vind. Want ze moeten altijd en alle tijden bij mij terecht kunnen en mij volledig vertrouwen. Dus als ik nu naar mijn kinderen kijk, kijken we elkaar in de ogen aan en ze weten, is mijn moeder nodig, kan ik altijd terecht. Doen ze ook. Precies, precies. Jij hebt heel. Dat, dat ja. heb ik aangewerkt. Dat is hun. Ja. Ja. Ik kan het zo zeggen, dat is mijn verantwoording. En, dat, dat, het en dat, is, dat is misschien wel ook de grootste uitdaging van mensen die dat overkomt, om jouw pijn en jouw verdriet niet cadeau te geven aan je kinderen, nee. niet generatie door te spelen. Ja, Het klinkt heel makkelijk hè, om, niet, uh, om, om dat niet te doen, maar ga er maar aan staan als je je kind ziet en je voelt die pijn omdat je kind is afgepakt door jeugd ja. en niet in huilen en, en zelf medelijden en. Nee, het, de, de, de kunst en dat vind ik echt, dat waardeer ik enorm in jou. En dat vind ik echt heel knap. Dat jij kan zeggen, mijn verantwoordelijkheid als moeder betekent dat ik mijn pijn en verdriet niet op de schouders van mijn kinderen neerleg. Nee, en ook niet op die ja. van mijn moeder. Ze hadden al pijn genoeg. Ja. Ik, het enige wat ik wist, uh, en ja, met die capaciteit ben ik gewoon geboren om ver na te kunnen denken. Ja. Maar ook familie uh, uh, patronen. Ik doe geen familieopstellingen, maar ik haal wel touwtjes los. Ja. Ja. Zodat de familie vrijer komt. Dat ja. is bijzonder hoe dat werkt. Um, ja. um, ik zeg altijd, um, het, is niet, het is niet belangrijk dat ik een spookcasus was. Of, of dat ik niet bestaan heb voor het systeem. Ik vond het wel uh, belangrijk om in het systeem te stappen. En mij verder wel te laten zien hoe het wel moest. Ja. Dat de drive zijn mijn kinderen geweest. Dat was jouw verhaal. We hebben het gehad over uh, oplossingsrichtingen. We, we vinden ook beide bijvoorbeeld die levenslange stempel, die moeten vanaf. Ja. moeten aanschrijven, ook bij inspectiebezoeken of bij het beoordelen van casussen. Wat hadden we nog meer voor oplossingsrichtingen? Het moet sowieso niet meer over en weer per mailtje gaan. He, dat, dat, de, de, die stuurde mailtje daar, die stuurde mailtje daar. Ik heb het hier liggen hoor. Um, het, is me, het is echt naar me toe gekomen als een geschenk. Dat lag bij mijn huisarts. Zo'n dik dossier. wat is dit? Schei mee uit. Ga eens even in een gezin. Bij mij is ook geen raad van kinderbescherming geweest. Ga eens even eerst terug naar de basis. Wat moet hier nu daadwerkelijk gebeuren? Alvorens. Dat men ingrijpt in een incidentje. Er zijn ook andere gevallen, daar ben ik het ook mee eens. Daar moet even een, een, uh, iets komen om te helpen. Maar probeer in godsnaam de complexere gevallen om je daar even mee bezig te houden. En de minder, minder ernstige gezinnen die tijdelijk even ondersteuning nodig hebben, laat daar een ervaringsdeskundige gaan en overleg dat dan eens in de maand de ervaringsdeskundigen naar de jeugdzorg toe. Kijk, dit heb ik gezien. Ja. Dus die, die, die tussenstap, die is o zo belangrijk. Want niemand ja, vertrouwt ik... jeugdzorg meer. Nee, ja, dat, dat, dat is evident. Maar wat, wat ik uh, vaak zie bij dit soort initiatieven... waar ervaringsdeskundigen bij betrokken zijn... is dat, dat die niet kunnen rekenen op financiering. Uh, als de ervaringsdeskundigen wat opzetten... dan mogen ze het allemaal doen met sponsors of vanuit hun eigen zak. De woord... Ligt eraan, hè? Als je een... een uh... Ik weet dat van mijn huisarts, die zei altijd: zij staat altijd aan mijn kant. Ze zei Yvonne, doe een klein cursusje eh, maatschappelijk werken. Je komt overal binnen. Dus in de GGZ, bij de zo, ik, kom, ik ben er sowieso binnengekomen. Ja, vraag je me niet. Want ze, ze wijzen mij echt niet af. Als ik een kaars in zijn hand krijg en ik ga met die ouders mee, dan zeg ik: Kijk, dit en dit en dit klopt niet. Want daar heb je geen eh, psychiatrisch rapport van. Dus daar mag je ook niet train zetten. Ja. Dat soort dingen. Ik word gehoord, de mensen betalen, betalen mij voor mijn tijd. Mm -hmm. hè? Maar ik heb, um, sinds dat, dat ik wist dat wij deze podcast gingen opnemen, heb ik ook een, het gaat mijn reïntegratietraject, wat ik nu loop, gaat in de richting intern werk. Ik denk dat ik daar sowieso support genoeg voor heb van huisartsen, psychologen die ik zelf ken, en wat, uh, wat ik al heb kunnen aantonen, wat ik zou kunnen betekenen, ik kom daar wel binnen. Ik, ik, ja, het is misschien heel arrogant, maar ik kom daar wel binnen. Ja. Daar werk ik lang genoeg voor in de in- en out. Ja, mooi. Nou, mm. we hebben, we hebben het tijd vliegt voorbij. We hebben, we hebben een dik uur <laughs> gesproken. Ja. We hebben het over jouw uh, jou verhaal gehad. We hebben het over oplossingsrichtingen gehad. We hebben het over de toekomst gehad. Zijn we compleet in ons verhaal, Yvonne? Um, als laatste wil ik toch um, de professionals of de, de jeugdzorgwerkers, GGZ-medewerkers, ik wil ze toch ergens op wijzen. Um, ik hoop dat zij echt luisteren naar de podcast in die zin, naar alle verhalen, niet alleen naar de mijne. Ik zou ze willen verzoeken: Kijk naar binnen bij jezelf. Vind je dat je goed bezig bent? Vind je dat je zaken hebt laten liggen? Vind je dat het anders kan? Ga daar dan mee aan de slag. Zorg dat je niet meer uh, foute diagnoses stelt, mensen zomaar beoordeelt op iets wat je zelf ook kan overkomen. Daar is niemand van gevrijwaard. En wie. Komt er dan naar jou toe? Ik denk geen professional, want die houden zich dan van jou af en dan heb je een ervaringsdeskundige nodig, want die kan jou wel begrijpen. Dat gaat gebeuren. Zo gaat die werken. En ik hoop dat ze daar. Ik ken eentje, zij weet wie ik bedoel. Top, 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 top. Therapeuten, zij weet wel wie ik bedoel. Maar voor de rest, denk ik, kijk in de spiegel en zorg dat je heelt van je eigen wonden. Niemand veroordeelt jou. Niemand zal jou aanwijzen. als je erkent dat er fouten zijn geweest. Maar doe het voor jezelf. Dat is wat ik zou willen zeggen. Mooie boodschap om mee te besluiten, Yvonne Kusters. Dank je wel. Heel hartelijk danken voor jouw uh, ongelofelijke verhaal. Uh, ik wil mijn luisteraars en kijkers bedanken. en ik hoop van harte dat het uh, mocht inspireren. Um, en iedereen uitnodigen om bij een volgende aflevering weer aan te sluiten. Tot ziens en tot een volgende aflevering. Dankjewel. Hartelijk dank voor het kijken naar Bureau Jeugdzorgen. Wil je deze podcast steunen? Deel hem dan op je sociale media-kanalen. Zodat misstanden nooit in de doofpot verdwijnen. En we blijven zoeken naar hoopvolle, liefdevolle en veilige perspectieven voor de kwetsbaarste jongeren en kinderen in de Nederlandse samenleving. Tot de volgende aflevering.